Op zaterdag 25 mei verraste burgemeester Hans Jansen Wil Schoones in eethuis Den Brekel in Haren met de gemeentelijke onderscheiding de Zilveren Legpenning. Dit gebeurde tijdens de viering van het 85-jarig bestaan van de EHBO-vereniging Petrus Donders. Schoones is al sinds 1958 lid van deze vereniging en was van 1985 tot 2012 voorzitter. Verder was hij onder andere cursusleider, evenementencoördinator en ondersteuner van Haren Heartsafe. De waterlopen in dit gebied. Ja. Hoe groot is dat gebied dan? Ja. Nou, het gebied is natuurlijk vrij groot. Het geldt eigenlijk voor de... Zeker voor de hele meierij van Den Bosch. Als je des op een kaart ziet, dan zie je dus al die beekjes als het ware naar Den Bosch toe lopen. En dan lopen ze in de Dommel, in de Aar, de Dieze. En van daaruit loopt het naar de Maas. En dat is van oudsher eigenlijk ja, de afwatering van dit gebied. Waterlopen, dat zijn eigenlijk de natuurlijke watergangen in het Brabantse land. Die dus zorgen voor de waterafvoer in dit gebied. Nederland kent natuurlijk in het westen van Nederland vooral het polderpeil. Maar dat kennen wij hier niet. Hier wordt het water op een natuurlijke wijze door beken en riviertjes afgevoerd. En hier staan we onder andere bij zo'n riviertje. Wat wij vroeger, wat nu de Essenstroom heet. En wat wij vroeger de Vuile Stroom noemden. Van Beckhovenbrug. Hier is iets bijzonders gebeurd. Ja, de Van Beckhovenbrug. Daar liep vroeger dus een houten brug over de Essenstroom. En in de winter was het in die tijd, gebeurde het eigenlijk ieder jaar bij een natte periode, dat het hele gebied, ook waar wij hier nu staan, onder water liep. Ik kan mezelf herinneren dat wij hier op deze plek, in deze weilanden, zeg maar voor 1960, dinnen schaatsen. Dat was ieder jaar als het hoogwater was en het begon te vriezen, dan was hier volop ijs. Maar verderop liep dus een houten bruggetje over de Essenstroom. En door dat hoge water was dat bruggetje niet zichtbaar voor de heer Van Beckhoven. De heer Van Beckhoven, een oud oom zeg maar, van de huidige Robert Van Beckhoven. En die had een bakkerij, onder andere hier in Haren. En die was broodwezen bezorgen in Luissel. En toen wilde hij toch over de houten brug, die eigenlijk niet zichtbaar was door het hoge water. En is toch met zijn paard en wagen aan de overkant gekomen. Althans, hij zelf zeker, want men vond zijn jas aan een paal, aan een weipaal. Maar het verhaal gaat, hij was alleen, dus men weet het niet zeker, dat hij geprobeerd heeft om zijn paard te redden. Maar het gevolg is geweest dat zowel het paard als Van Beckhoven zelf, als jonge vent, 24 jaar op dat moment, zijn verdronken. En dat is ook de reden dat op de Belverse dijk, de huidige brug, de Van Beckhovenbrug is genoemd. Hebben wij hier in Haren veel waterlopen? Nou, een stuk of nou, enkele waterlopen. Dat hangt er vanaf wat je waterloop noemt. Waar we hierbij staan is eigenlijk de bekendste waterloop. Want het gebied, dat kent van vroeger uit eigenlijk geen afwatering verder. Het is de natuurlijke afwatering. En dat zijn smalle sloten, zijn brede sloten. En dit is eigenlijk een wat bredere sloot, als je dat sloot wilt noemen. En dat is van oudsher de afwatering van het hele gebied. En in mijn jeugd werd er helemaal niks aan gedaan. Dus het gevolg was dat, wat ik straks al vertelde, dat alles onder water liep in de natte periode. En in de zomer, zoals bijvoorbeeld de zomer van 1959, herinner ik me nog goed. Ja, toen was er helemaal geen water meer. Want toen stonden al die riviertjes, die stonden droog.
Je hebt hier vroeger geschaatst, ja. Maar dat schaatsen hier, daar is er niet meer bij. Is dat een gevolg van het klimaat? Nee, ik weet niet of dat je dat zo kunt noemen. Kijk, als het niet vriest, dan kunnen we niet schaatsen. Het was in die tijd, hebben we trouwens ook verschillende jaren gehad, dat we niet konden schaatsen, dat ik in ijs was. Maar ik herinner me toch enkele winters dat we hier aan beide kanten van de Essenstroom in de winter het water, want dat kon slecht werken doordat het meanderde. Dat water dat bleef veel langer staan. Het gevolg was dat alles onder water liep. Ik kan me nog herinneren dat ik heb naar Bokstel naar school gefietst. En op de Belverse dijk, en die ligt toch een stukje hoger, fietsten wij ooit door het water. Zo hoog stond het water. Maar als dan het weer omsloeg en het begon te vriezen, wat eigenlijk toch nog wel eens gebeurde, dan konden wij eigenlijk op die ondergelopen weilanden konden wij schaatsen. Dat is ook meerdere malen gebeurd. We staan hier eigenlijk toch bij de oorspronkelijke bedding, die zowel Nemer genoemd wordt als Essenstroom. Maar ik denk de historische naam toch Nemer is, hè, waar ook het kasteel nog genoemd is, Nemelaar. En hier meandert die nog volop. En dat komt de natuur natuurlijk toch ten goede. En op deze manier, en men heeft hier ook dus vistrappen aangelegd, zoals we dat noemen. Dus op verschillende plekken hebben ze allemaal bergen stenen in het water gegooid. Om de huidige bedding van de Essenstroom, die hier een paar honderd meter verder loopt, die is toen de tijd gekanaliseerd om het water beter af te kunnen voeren. Daar zitten ook sluizen in, om het water een droge periode vast te houden. Maar op deze manier ziet de vis toch kans om over deze oorspronkelijke bedding en door die vistrappen aan de andere kant van de sluis te komen. Het is redelijk schoon. En het is vooral ook de rozep die hier ook voorbij komt. Hier een paar paar kilometer verder. En dat is eigenlijk nog bronwater, zeg maar. Nou, hier zijn we bij. Inderdaad, je zou dit de Nemer kunnen noemen. Dit is eigenlijk een recent gegraven, nieuwe, meanderende deel van de Nemer, Voorste Stroom heet het hier een eentje verder ook. Verderop aan de andere kant noemen ze het de Essenstroom. En dit is, hier zitten dus volop vistrappen in, om op deze manier de vissen de gelegenheid te geven om de sluis die hier een eentje verder loopt, in een stuk gegraven deel van de Essenstroom te kunnen overbruggen. Dus dat de vissers waren van het lage gedeelte naar het hoge gedeelte kan. Vanwege dat er vistrappen hier liggen. En dit is nog niet zo heel veel jaren terug op deze manier aangelegd. En dit is eigenlijk toch weer een bijzonder stukje natuur. Ja, het waterschap de Dommel en het Brabants landschap, denk ik. Die hier dus mede voor gezorgd hebben. Hier is dus ook nooit vuil water doorgelopen. Dit hebben ze ook nooit schoon hoeven te maken. Dit water komt uiteindelijk ook van de Voorste Stroom en de Achterste Stroom. En dat gaat allemaal weer via de Essenstroom. Ja, aan de andere kant van de spoorlijn komen de Voorste en de Achterste Stroom bij elkaar. En gaan dan verder als Nemer of Essenstroom. Het is maar net waar je daar nadruk op legt. En op deze manier wordt het water dus op de dag van vandaag afgevoerd. Maar hier stroomt ook heel schoon water, heb ik begrepen. Hè? Ja, dit is. We staan hier naast de waterzuivering. Dus door elkaar wordt het dus gezuiverd rioolwater. Komt hier links of rechts toch in deze Nemer terecht. Zit er ook nog verschil in dan? Ja, hier is het aan de andere kant van de spoorlijn, waar de Voorste en de Achterste Stroom bij elkaar komen.
zover als ik weet, komt daar geen rioolwater aan te pas. Het rioolwater komt aan deze kant van de spoorlijn in deze beekjes terecht. Nou, hier zien we eigenlijk het gegraven gedeelte van de Essenstroom, of Nemer, zoals je wilt. En dat is in het begin van de 60e jaren gegraven. Eigenlijk toentertijd om het water beter en sneller af te voeren. En heeft men hier ook een sluis ingemaakt om ook het waterpeil te kunnen regelen. Dat ook in droge periodes het water vastgehouden wordt. En waar we net waren, daar hebben ze dus de oude Nemer. Die loopt hier dus door het gebied van het Brabants landschap en kasteel Nemelaar. En kan de vis, zeg maar, wat ik straks al verteld heb, zonder deze sluis te passeren, want dan kan de vis natuurlijk niet, op het hogere gedeelte komen. Matthijs, mag ik even een tromgeroffeltje? Ja, kom hier. Op de zet, ben zo blij dat ik er heb. En nou eens even zien, waar hij ik nou naartoe. Naar Purmer en misschien, ik weet dat ik niet doe. Vaatwasserslang. Wasmachine. Batterij. Ventilator. Tandenborstel. Föhn. Koffiezetapparaat. LED-verlichting. Friteuse. Voor reparatie, onderdelen en witgoed, Leo van der Steen.
Bent u op zoek naar een gezond, natuurlijk product, dan bent u bij ons aan het juiste adres. In onze landwinkel kunt u terecht voor exclusief wagyuvlees van onze eigen koeien. En voor biologische hebben we de blonde Aquitaine die grazen op de Campina. En varkens bij de boerderij. Daarnaast bieden wij een groot assortiment streekproducten en u bent van harte welkom in onze winkel aan de Rozendreef 13. En voor de kinderen is er een speeltuin. 7 dagen in de week kunt u bij ons terecht. Graag tot ziens. En bezoek ook onze website www.rozenhoeven.nl.
zaten op de bank. De koekentrommel. Ik ga deze keer naar een persoon en vroeger heb ik wel tegelijk veel plezier mee gehad. Maar carnaval, touwtrekken, overal mee. Ik ga eens kijken wat naam die jongen is. Het is lang geleden dat ik hem gezien heb. Wel mee? Goedemorgen, Peter. Hey, goedemorgen. Koffie klaar? Altijd, jongen. Ja? Yo. Peter Wolf, zoals de gasten zeggen, van wie zeg jij erin? Nou, ik ben er een zoon van Harry en Mietje Wolfs op het Hoog. De tweede uit de gezin van drie. Twee meisjes, er zijn die aan de chinet, er zijn die zit boven me en de chinet zit onder me. Daar ben ik er een van. Kijk, verse koffie. Verse koffie, Jan. Je hebt goed gewerkt. Alsjeblieft. Dankjewel. En dan de koekentrommel, een koekje erbij. Nou, goed, Jan. Ja, kerstvers. Dankjewel. Moet hier iets in, Jan? Want ik heb nee, hier zwart. Oh, zwart. Zo goede koop mogelijk. Ja. Zo goede koop, ja. Getrouwd, kinderen, kleinkinderen? Ik ben getrouwd met Screen. Ik denk inmiddels alweer dik 30 jaar, denk ik. Van, ja, om het goed te zeggen, 33 deze jaar alweer. Zo. Ik heb ook drie kinderen. Twee meisjes, Suzanne, Elsemiek en een jongen, onze Peter. En inmiddels in het bezit van wel iets echt heel moois, het eerste kleinkind bij ons. Hey, het eerste kleinkind? Ja, die wordt in mei alweer twee. Zo. Dus het gaat je allemaal lekker door. Oh, die krijgen we straks nog wel te zien, denk ik. Ja, die loopt hier eigenlijk wel ergens in de weg. Ja. Wat denk de Gerse jou het beste van te kennen? Ik woon hier al heel mijn leven op de Heuvelstraat, dus daar kennen men ook al heel veel mensen van. Ik doe een beetje kiepen groot maken. Ik heb hier slagkuikens, vleeskuikens noemen ze dat tegenwoordig. In Moegestel kennen men mensen van. Ik vee bij de Guld, Sint-Katrien, een van mijn grote hobby's, maar ik kan het daar nog wel een keer over hebben.
Daar ben ik alweer, even kijken, vanaf 2003 hoogman. Dus dat is ook alweer 21 jaar. Dus daar zullen men ook wel sommige mensen van kennen. Ik denk heel veel. Heel veel. Vroeger heel actief bij de KPJ geweest. We hebben we nog meer gedaan, ja. Ik zeg maar, wat voor werk heb je eigenlijk precies gedaan, Peter? Nou, ik ben eigenlijk vroeger van school gekomen naar de LTS, de middelbare landbouwschool. En dus doordat ik in die tijd ging, dan kwamen we thuis en daar werd bijgebouwd en je werd gewoon mee in het bedrijf, stapte erin. Hè. Niet overigens, gewoon altijd zelf ook gewild. En dan in heel die jaren zijn wij van een gemengd bedrijf koeien, varkens, kippen, hummel uitgegroeid naar een vleeskuikenhouderij. Inmiddels hebben we twee locaties. Hier in Moergestel eentje en in Maarkesselen een locatie. Zo, dus je zit hier in Moergestel en in Maarkesselen? Maarkessel, ja? Waar we bij de gemeente Ols is, daar bij de Maas. Ja? Dus, ja. Dat is het telebedrijf. Ja, daar hebben we ook een locatie inmiddels. En daar produceren we nou Beter Leven in Sterprogramma. Ja, hoe moet ik dat zien? Het Beter Leven, Boeren Beter, of ja, ik weet niet of ze een of andere naam heet. Ja, dat is gewoon, hebben ze vrij heel veel ruimte hebben die kuikens, hebben ze speciaal voor. Ze zitten ook behoorlijk wel langer. En dan moet er nog in de toekomst nog uitlopen om die stallen gebouwd worden. Maar ja, zo is het overal, ligt alles stil op het moment, dus ja, wij mogen daar ook dus niet doen. Die trubbelingen. Ja, en dus de vergunningverlening ook voor die uitlopen, ja, die komen nog niet zo van plak. Maar ik heb wel een goede hoop in dat dat allemaal in de toekomst gaat gebeuren, dus. Peter, nou zijn we in. Van jouw stallen. Ja. Ja, en hoeveel zit er hier nou in? Hier lopen we op een moment 15.000 in. 15.000? 15.000. Zo? Ja. En nee, op een vierkante meter. Zo? Leeg je op een vierkante meter? Ja, een vierkante meter. Ja. Dus dat was zo geteld dan? Ja. Zo? En dan mogen wij, ze mogen doorgroeien tot 25 kilo de vierkante meter. En voor deze concept. Ik ben dan helemaal ook de staker tot op een Beter Leven kip, een langzaam groeiende kip. Ja. En ze zit ook een paar weken langer als die gewoon de reguliere kippen die ik in het verleden had. Dus deze is van een langzaam groeiend huwak ras. Ja, en dat is weer helemaal een apart ras, of moet ik het zien? Dat is een langzaam groeiende ras, dus niet die echt reguliere kip die we dan in het verleden wel eens deze hebben ook style materiaal, deze hebben daklicht in de stal. Hebben continu water, water en voer. Ja, de zinjes en dat scheelt wel iets bij het voeren. Ja, dat waren maar 20 op een meter, hè? Ja, dus kijk. En dat ging ook goed hoor, helemaal niks mis met die manier van. Maar deze is al speciaal voor in supermarkt. In Nederland. Daar gaan we deze naar doen. Daar gaan deze allemaal, we blijven allemaal in Nederland. Ja. In Nederland werkt en opgegeten. Hoe lang blijven ze hier wel in? Deze die blijven hier minimaal 8 weken zitten. Dus ja. Wij verzorgen. Deze zijn al een week oud. Dus dan heb je maar 7 weken, maar we zien nog 7 weken. Ja. Hebben we daar overigens ook niet behandeld voor met antibiotica. Nee, deze is gewoon puur. Ja. In totaal heb ik nou hier 50.000 zitten. In totaal. Ja. Maar de zet ik zo steun als ze dan in het begin goed kan voer kunnen. En die mogen nou dadelijk ook allemaal weer extra. Waar de ander zo mee. Hoe groter de kip is, hoe. Hoe je wel. Het is ook wel leuk om te vertellen. Deze is hier een vrij nieuw nikste steen. Deze is noemen ze Jungle Light. Een kip komt van nature uit de jungle, hebben ze mij verteld. Ik ben er niet, ik weet niet precies, maar zo hebben ze het verteld. En die stoet in, dus daar zien we alles. Ze lopen toch een beetje van ons af. Ja. Met deze kleur licht moet er, dat dier zijn eigen wel prettig. Ah ja, dat dier is een testwild. Het dier, ja. Alles het dier. Ja. Wat kunnen we s'nachts verwakken maken? Ja, eigenlijk liefst niet, want ik moet er toch al eens een keer s'nachts uit mee. Of voor te looien, alarm, en dat weten we wel. Maar het loopt mij maar langs de kring. Laat rusten, ja. Zijn er dingen die je absoluut nooit meer mee wilt maken?
Er zijn er dingen, ja, er zijn heel veel dingen die je niet graag meemaakt. En ja, dat komt al lang als je iets gebeurt of iets, ja. Iets, maar ja, er zijn ook dingen die je ook, ja, bij het leven horen. Ja, die maakt er ook mee, hè. Misschien weet het wel, maar ja, ik heb dan als moeder dan les. Of, ja, in november is hij overleden. Ja, inmiddels ook op de respectabele leeftijd van 91 jaar. Maar dan toch, dat zijn ook allemaal mindere dingen. Ja, dat maar ja, die horen bij het leven. Maar, ja, dat hoort erbij. En kijk, daar staan dan allemaal maar een beetje volgens het rijke gewoon, maar... dat zijn in principe de normale dingen. Ja, maar wat dat betreft is er niks aparts mee gemaakt. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Want je pa die leeft nog, hè? Ja, onze pa die leeft nog steeds. Die zit op Stanislaus, hè. Die zit daar, die ook al lang heel behoevend aan, maar hij leeft nog steeds. En, want hij is nog goed... Ja, hij is nog best wel hel van geest in de hand, want hij wordt toch 11 april, als je het mag halen, wordt hij 93. 93 alweer, ja. Leeftijden. Ja, zijn er leeftijden, ja. Godverdorie. Ja. Echt onvoorstelbaar. Ja. Heb je nog andere hobby's? Heb ik nog hobby's? Ja, de guld dan, hebben we het dan net over gehad. Dat is wel heel erg leuk om te doen ook. En wat doe ik nog meer voor hobby? We trekken er ook wel een keer, als we kunnen, toch wel zoveel mogelijk op uit. Ja, op vakantie. Vakantie, hier gewoon een beetje wandelen, een beetje fietsen. Ja, dat is ook wel leuk om te doen. Ja. Onderaan het begin van het leven. Ja, ik heb dan inmiddels twee kinderen die mee in, of ja, twee kinderen die met mijn bedrijf verder gaan doen. Dus ze werken al twee nog, maar dus er komt wat meer vrije tijd voor mij, denk ik, die dingen kan gaan doen. Die gaan het straks overnemen? Die is de bedoeling dat die dadelijk het bedrijf voortzetten, ja. Ja, dat is toch mooi? Ja, dat is... Dan zijn er twee kinderen dat die dat willen doen. Want hier langs dat trein, daar is nog wel afgespeeld, hè? Ja. Je hoopt die waai, de waai noemen ze het nou, maar... De guld zit er eigenlijk al zo lang als ik weet mee... Met het wekelijkse schieten, wij beginnen altijd als de klok verzet wordt, dinsdags met onze schietcompetitie. Ja. En tot de klok weer teruggezet wordt, doen we dan hier dinsdag schieten. Dat is wel laat gezellig. Maar ja, vroeger, misschien weet je dat ook nog wat, dat zul je ook nog wel weten. Ja. Die de KPJ lang touwtrektoernooi. Dat waren een geweldige tijd. Ja, dat waren een heel mooie tijd. Ja. En druk? Druk, ja. Was, toen ging ook alles nog. Toen was er ook helemaal geen tram al land. Je hoefde ook allemaal niet zo'n hoop bombardingen te maken. Je zet een tent, je kopt met bier in en je laat een dishokje komen en je hebt 1000 man in je tent, hè. Artiesten, ja, ook nog verschijnen, ja. Ja, dat was wel een mooie tijd, ja. Toen hadden we toch op zijn drugs, toen hadden we toch dicht 1200 man in die tent zitten, ja, hè? Ja, nog? Dat weet ik nog, ja. Ja. Alles vol, fietsen, auto's. Ja. Treinen vol, die waaien. Ja, dat was een grandioze mooie tijd. Ja, dat was eigenlijk de veelloper van Weg en Naalwijk die grote festivals ziet. Zo moet je zien. Die komen allemaal toch een beetje uit de KPJ gebeuren vroeger, denk ik, hè. Tenminste, kijk, en al twee dagen, hè? Twee dagen aan we doen, zaterdag en zondag, zeg. Ja. Touwtrek over water, Jan, hè? De meesten moesten we wel even dut water voordat ze naar huis gingen, hè? Mooie tijd, een hele mooie tijd. Ja. Hoe lang is het geleden? Ja. Dik 30 jaar geleden. Ik wil net zeggen, ja. 30 jaar geleden. Ja. Maar dat was inderdaad hier ook, ja. Dan genoten trouwens als baasmoeder en heel de buurt hier ook heel erg van. Die genoten er geweldig van. Ja, ja, een aparte hoek hadden we toen afgemaakt voor de buurt. En dat s'nachts, als we alles op hadden gegeven, s'nachts hier naar jullie pa en moeder toe, die hadden hier de handen klaar. En dan om 4 uur in de huis en s'nachts om 9 uur moesten we hier zijn. Ging allemaal deur. Ja, dat was grandioos. Heel mooi, ja. Ja, dat was grandioos. Mooie tijd. Ja.
Maar ja, carnaval is ook niet te vergeten, hè, Peter, in deze goede tijd. De verdraaiers, hè? Prins, ja. Prins Jan van de Neurste van het buitengebied, hè? En adjudant, Peter. Adjudant, ja. Ja. En Rood van Elf, waar eigenlijk ook allemaal de Cameroys. Ja, dat was een vriendengroep. Ja, hartstikke leuk. Een heel mooi clubje. Ja. Het was een grandioze mooie tijd. Een heel mooie tijd, ja. Die buschauffeur, ik zie het nog dat hij terug uit van het rijpje naar Terp. Naar Terp weer terug, hè? Ja. Ja, dat toen konden allemaal, hè? Dat ging gelijk. Ik zou het nou niet meer hebben natuurlijk, als ze het doen. Nee. En toen konden we nog een paar liter bier verwerken, hè? Ja, dat hadden hem ook wel kunnen, ja. Maar toen was het ook nog betaalbaar, hè? Dat klopt. Ja. Toen hadden we nog een groot blad bier van tientje, hè, bij spreken. Ja, dat klopt. Minder. Maar dat kunnen we nou handig wel. Ja. Maar ja, het zal wel niet anders kunnen worden, dat snap ik ook wel. Maar de tijd is wel anders, ja. Het is wel heel snel veel veranderd. Ja, het is als je ziet in de jaren, ja. Dat is mee alles eigenlijk, hè. Dat is mee hetgeen wat wij doen en hetgeen wat het verandert allemaal. Ja. Kijk, wat in principe op een dag van vandaag heel de wereld is in de grote puinhoop. Ja. Want het klemt er overal, hè. Het is niet meer leuk, hè. Nee. Maar ja, want ik denk dat zo deugd dat wij nog een oorlog mee maken. Ik hoop van niet, maar... Dat hoop ik ook niet, absoluut. Maar ik denk dat we voor het kwart bij zitten. Maar daar kunnen wij met tweeën toch niks aan doen, Jan. Nee, als het ding meteen laat. Als ging meteen... Zetten we meteen onze steek weer op en ging rond. Ja. Zijn er nog dingen die je kwijt wil, Peter, maar niet over gehad hebben? Hoor ik het, zijn nog dingen die ik kwijt wil, kan ik er nog meer van zeggen. Bij de Gul bijvoorbeeld, we zoeken nog steeds goede schutters. Nieuwe leden zou heel welkom zijn, maar ik hoor dat daar heel veel verenigingen op het moment mee zitten. Op het moment wel, hè? Met een nieuwe aanwas, maar wij in ieder geval van de Gul houden ze eigenlijk ook al bevolen. Een mensen iemand wil een keer op een dinsdagavond hier met ons een pijltje te schieten, mag altijd. Verder hoop ik dat we met z'n allen nog lang en gelukkig gezond blijven. Dat is ook een voornaam ding. Ja. En net als ik zeg, ik heb nou één kind, een kleinkind, daar ben ik heel trots op. Ja. En wie weet komen er nog meer, maar ja, daar kan ik zelf ook niet voor zorgen. Nee, dus, absoluut niet. Nee. Dus, maar dat verandert hun leven al, hè, zo'n kleinkind. Ja, dat is wel even, dat verandert eigenlijk alles, want je paast op. Ja. En, je bent meteen opa, Jan, hè? Ja, dat is trots, hè? Ja. Ja, dat is trots. Dat is. Maar verder zijn we het wel eens een beetje jammer gehad, denk ik, of niet? Denk het wel. Ja. En anders komen we er dan een keer op terug. Ja. Peter, hartstikke bedankt. Geen danken. En tot de volgende keer. Ja. We komen elkaar nog weer eens een keer tegen, Jan. Dat hoop ik. Oké. Jo.
Een modern machinepark, bediend door een hecht team van ervaren timmerlieden, vormt het hart van TBH Timmerwerken. Onze producten, naar wens onbehandeld of gespoten in grondlak, ademen de eerlijke geur van het materiaal. Of nu recreatiebouw, ramen, deuren, kozijnen, trappen of interieurbetimmering betreft, u herkent steeds de ambachtelijke kwaliteit van een bedrijf met hart voor hout. TBH Timmerwerken, Stokeind 2 te Moergestel. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Soms lijkt Europa ver weg. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want Nederland ligt in Europa, maar soms lijkt het Europees Parlement ver weg. Dat dat niet zo is, weten de mensen van de SVM die 10 april in Brussel op bezoek zijn geweest. En eens per maand halen wij het Europees Parlement pas echt dichtbij. Op MTV Radio behandelt onze vaste gast, Europarlementariër Tom Berendsen, elke laatste zondag van de maand interessante kwesties, vaak regionaal, maar met Europees belang. Ja, daarin zie je ook dat, ja, ik vind dat te lang te weinig aandacht is geweest voor Brabant. Maar ja, we maken hier dingen die onze echt de pijler zijn onder de Nederlandse economie van de toekomst. Want Schiphol en de Rotterdamse haven, ja, dat gaat er echt over 10, 20 jaar heel anders uitzien. Afgelopen zondag namen we Tom even mee naar buiten. Want nu vraagt hij iets van ons. Ja, op 6 juni zijn er weer verkiezingen. U mag weer naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Ik mag als lijsttrekker van het CDA daar ook aan meedoen. Ja, er is een paar weken terug een hele club senioren hier uit de omgeving bij mij in Brussel op bezoek geweest. Heb ik ze een kijkje achter de schermen mogen geven. Hebben ze mij ook kritische vragen kunnen stellen. En dat hebben ze ook goed gedaan. Dus ik zou ook iedereen willen aanraden. Ja, wil je meer weten over Europa en wat daar allemaal speelt? Dan zijn er genoeg mensen hier inmiddels in de omgeving die u daar alles over kunnen vertellen. Omdat ze mij in ieder geval daar goed op bevraagd hebben. En het zijn belangrijke verkiezingen. Want er gebeurt nogal wat in de wereld. De oorlog op ons continent, Rusland, die Oekraïne is binnengevallen, maar ook onze afhankelijkheid van China. En voor onze veiligheid zijn we afhankelijk van de Verenigde Staten. Ja, en tegelijkertijd is het belangrijk dat een kiezer ook aangeeft hoe we moeten samenwerken in Europa. En wat ons betreft, ja, niet dat de Europese Commissie op de stoel van lokale en regionale overheden gaat zitten om tot 6 cijfers achter de comma voor te schrijven hoe wij in een dichtbevolkt land als Nederland dingen moeten aanpakken. Dus er valt genoeg te kiezen. Dus ik zou iedereen ook willen aanraden, verdiep je erin en ga op 6 juni naar de stembus. Is this the real life? Vanaf september zijn ook weer de beste tribute bands te zien bij Tiliander. Met onder andere The Music of Queen. Een ode aan Rob de Nijs. Hoe klein is dan onze tijd? Zondag, vandaag blijf ik de hele dag dicht bij je. Maar op mijn plek, hier in de zon. En de beste muziek uit de jaren 70 met de 70s Unplugged. Dit en nog veel meer is te vinden via tiliander.com.